Ik ben Dennis Baans, bestuurslid bij de tennisvereniging Boskoop en ik wil jullie meenemen in een verhaal vanaf 2014, waar we zijn begonnen met een aantal projecten om de tennisvereniging groter te krijgen en we ook succes hebben gehad met het verder van. Als ik start in 2014, toen hadden we nog maar minder dan 400 leden en we hadden 20 vrijwilligers als we alles bij elkaar telden. En toen zijn we begonnen met de renovatie van de banen. Met die plannen zijn we tot 2019 bezig geweest en dat heeft ons nogal wat succes opgeleverd, want we kregen zowel meer leden als dat we meer vrijwilligers kregen. Vanaf 2019 zijn we ons eerst druk gaan maken over duurzaamheid. Wij zijn van het gas af en we hebben inmiddels airco's hangen. Met 550 leden in 2019 en 50 vrijwilligers zijn we erin gegaan om diversificatie te krijgen op de vereniging. Dus niet alleen maar tennissen, maar ook padellen. En we gaan straks ook nog pickleball. We zouden als tennisvereniging Boskoop heel blij zijn om de vrijwilligersprijs te mogen winnen. En dat geld ook in te zetten voor de pickleballbaan. En dat dan te mogen doen, omdat wij inmiddels 750 leden hebben bereikt. We zitten aan ons maximum en we hebben inmiddels meer dan 70 vrijwilligers.